Wat waren de games die ons 2017 tekenden? We gaan het erover hebben in een nieuwe Goeie Frek. Ja, u hoort het hier. We hebben ons wekelijkse vraag- en antwoordformat weer opgepakt. Dus daarover later meer, maar niet voordat we eerst eens even gaan behandelen welke games ons 2017 zo 2017 maken. Game of the Year 2017. 2017 heeft me echt heel erg blij gemaakt. En vooral de Nintendo Switch. Eindelijk een keer iets nieuws, mensen. Echt iets nieuws. Gewoon een hybride console handheld die gewoon prachtige beelden kan schieten. En ik weet niet, er zal wel niet de beste grafische kaart of whatever in zitten. Maar op een of andere manier zijn die games zo geoptimaliseerd dat gewoon het helemaal niet meer uitmaakt hoe het eruit ziet. Er is sowieso mijn nummer 2 en nummer 3 zijn sowieso Switch games. Ik heb ongelooflijk genoten van Super Mario Odyssey. Ik had er wel een beetje een probleem bij dat ik hem moest reviewen. Trouwens, dat probleem had ik ook bij die andere game waar ik het over heb. Maar Odyssey is gewoon geniaal. Het is het oude vertrouwde van Mario. Mario 64, Mario Sunshine, et cetera. Maar het heeft gewoon een twist. En dat is Cappy de Hoed. En daar was ik zo blij mee. Want daardoor kon je en transformeren in andere wezentjes. En je kon de hoed zelf gebruiken voor bewegingen. Wat een heel soort klein, makkelijk kwinkslagje is op de franchise, maar daardoor gelijk weer heel erg nieuw. En dat is wat Nintendo doet. En dat heeft Nintendo ook gedaan met de nummer 2 game van mij dit jaar. En dat was Legend of Zelda Breath of the Wild, waar ik ook moest haasten om hem uit te spelen voor de review. Wat ik heel erg vond, want op een gegeven moment heb ik Ganon verslagen en daarna gaat het spel niet verder. En dat vond ik heel erg. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat ik tijdens de kerstvakantie dat opnieuw gaan spelen. Is niet gelukt, maakt niet uit. Maar de Breath of the Wild is zo'n sfeervolle goede game geworden. Het is ja, eigenlijk mijn Game of the Year. Waren het niet dat ik qua emotie en tijd en gevoel meer uren heb besteed aan PlayerUnknown's Battlegrounds. Omdat dat voor mij gewoon het genre, Battle Royale genre op de kaart heeft gezet. Ik kende het niet, ik ging het spelen en ik kwam erachter dat games niet meer alleen maar hoeven te draaien om het richten en het klikken. Shooter games kunnen nu ook leuk zijn als je dat niet doet, als je andere strategieën gebruikt. En in retrospect heeft PUBG ervoor gezorgd dat ik games als Call of Duty en zelfs Battlefield gewoon best wel beperkende games vindt. Omdat het eigenlijk daar alleen maar draait om dat ene trucje. Terwijl dat trucje wat een Battle Royale game zoals PUBG doet, is veel dieper en veel meer emoties brengt het bij je los. Dus als ik dan moet zeggen welke game heeft het meest met jou gedaan in 2017, dan is het natuurlijk PlayerUnknown's Battlegrounds. De game, of meer de games die mij in 2017 zo memorabel maakten zijn, ik denk dat ik er 3 uitpak, want dat zijn natuurlijk een heleboel. Maar ik denk 3 zijn groot in mijn opinie, of in ieder geval voor het schapen van mijn jaar. Dan wil ik allereerst beginnen met Cuphead. Dat is een beetje een inkoppertje denk ik voor de mensen die... Hey, trouwens, koppertje. Ja, ik snap hem. Maar dat is een beetje een inkoppertje voor de mensen die mij kennen, maar Cuphead was natuurlijk... Sowieso was ik al heel lang aan het wachten op die game en toen hij uiteindelijk kwam, toen was het zo van oké, dit is precies wat we wouden. Het is Disney on Acid. Glorieus punt opgegooid natuurlijk met de review en ik was er al voorheen, weet je, ik was de early adopter. Zo van, oh jongens, dit gaat iets worden. En toen werd het ook wat. Want de game zelf is natuurlijk, het is kort, het is krachtig, het is super moeilijk. Maar ik vond persoonlijk fijn om te zien dat de hele industrie het echt omarmde. Je zag dat die game in no time dubbel platinum heeft gehaald. En dat is toch wel leuk om voor zo'n kleine game, die best wel under the radar was voor een lange tijd, dat die dan oppopt en dat dan mensen zeggen van, jongens, dit is de revival van een soort van oude couch co-op platformer run-and-gun game. En dat iedereen dat ook omarmt en pakt en zegt van, die artstyle is dope en die muziek is fantastisch. Dus het was heel fijn om te zien dat niet alleen die game uiteindelijk ook zo goed was als ik hoopte, maar dat ook de hele industrie het zei van, we nemen het aan en we houden ervan. En dat het uiteindelijk de liefde kreeg die het naar mijn idee sowieso altijd al verdiende. Maar goed, dan gaan we door naar een andere game, een nieuwe game. Hij is net uit, maar hij is al heel lang was hij under the radar verschenen. Ik denk dat niemand hem echt heeft meegekregen dit jaar, maar het is natuurlijk PlayerUnknown's Battlegrounds. Wat was dat? In één keer een soort van heisa, in één keer een hype van dit is iets, het is een early access, het pakt een aantal dingen die al langer geprobeerd zijn, maar het doet het nu goed. Oké, de optimalisatie en de bugs waren nog niet bepaald goed, maar met PlayerUnknown's Battlegrounds kreeg je wel dat hele harde Battle Royale concept dat gewoon heel sterk was. En ik ben daar pas laat op ingesprongen. Ik heb hem heel lang heb ik hem naast me gezet en gedacht van nou, dat komt wel een keer. En toen zo net voor release, toen 20 december, toen heb ik hem toch opgepakt en toen had ik zoiets van ja,
Dus inderdaad, waar Peter al maandenlang wild voor gaat. En dat is iets waar ik nou ook wel lekker wild voor kan gaan. De game draait inmiddels een stuk beter, in ieder geval op mijn PC. De streams ervan zijn gewoon fantastisch, omdat het zo spannend, maar ook gezellig is. En best wel laid back, totdat dan, weet je wel, in één keer de adrenaline daar is. En het is dan ook zo'n bom adrenaline die in één keer vrijkomt. PlayerUnknown's Battlegrounds doet dat gewoon heel goed. Er zijn meer games en zullen ongetwijfeld meer games volgen die dat Battle Royale concept proberen groot te maken. Maar ik denk dat 2017 voor een groot deel wel getekend werd door de Hysa, in één keer de ultieme hype en de recordbrekende glorie die PlayerUnknown's Battlegrounds ineens was. Dus dat was ook een belangrijk deel van 2017 voor mij. En dan heb ik als laatste nog een soort van kleine titel die, denk ik, veel mensen niet echt iets kan deren. Maar voor mij was dat gewoon heel tekenend voor 2017. En dat was XCOM 2 en dan specifiek The War of the Chosen uitbreiding. Die eigenlijk zo groot is, ik bedoel, Michiel zei het al in zijn review. Die uitbreiding is zo groot dat het bijna een game op zichzelf is. En War of the Chosen doet zoveel toffe tactische dingen goed. En niet alleen dat die game heel goed is, maar voor mij was het gewoon een groot deel van mijn jaar. Omdat ik dit jaar een beetje ontdekte dat ik dat soort tactische gameplay gewoon ontzettend tof vind. En dat resulteert dan ook in dat ik dat om 4 uur 's nachts nog aan het spelen ben. En dan denk ik, ah, deze missie nog. En dan als die missie klaar is, dan start ik eigenlijk meteen weer een nieuwe missie op. Want het is gewoon ontzettend verslavend. En het was natuurlijk ook leuk om aan het eind van dit jaar de XCOM-derdag longplay-serie te runnen. Het had wat meer hype omheen mogen kunnen zijn. Ik bedoel, ik nam gamers net mensen een alien-invasie in. Maar goed, misschien dat we dat nog oppakken. Ik denk dat ik die game nog sowieso heel vaak ga streamen. Want het is lekker laid-back en ik blijf maar gewoon nieuwe missies aangaan. Want het is zo verslavend met die permadeath en zo. Dus dat zijn denk ik 3 games. XCOM 2, War of the Chosen, Cuphead en PlayerUnknown's Battlegrounds. En dat zijn denk ik mijn 3 grote games die 2017 voor een groot deel maakten wat 2017 nou uiteindelijk was. Maar goed, er zijn zoveel andere toffe kleine titels verschenen, grote titels. Ik bedoel, Prey was ook fantastisch, maar dat kan de lijst dan weer net niet halen. Dus dit is mijn 2017 kort door de bocht. Oh, Forza Motorsport 7 was ook wel oké. Ook kort door de bocht. Welke games mijn 2017 maakten? Ja, wat voor mij echt grote invloed heeft gemaakt is de Switch die eigenlijk dit jaar is gekomen. En dat is voor mij echt, tot nu toe is het echt de beste console voor mij. Nou, niet per se voor mij, het is gewoon de allerbeste console aller tijden nu. Dat even terzijde. Ja, je voelt hem eigenlijk al aankomen. Voor mij was het wel echt Zelda Breath of the Wild. Die game heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En gewoon de nieuwheid, de variaties, het unieke, de artstijl, de gameplay, dat is zo verfrissend en zo vernieuwend. Daarbij heeft Mario Odyssey echt superveel indruk op mij gemaakt. Maar het topte toch niet bij Zelda. Daarnaast, wat ik eigenlijk wel op de tweede plek moet zetten, is op de PlayStation. Dat is Horizon Zero Dawn. Die komt net iets lager bij mij dan Zelda, aangezien dat ook echt een super gave game vond. Waar ik eigenlijk op hoopte wat hele goede games zouden worden, is wat voor mij echt een hele teleurstelling was, is Destiny 2. Want ik was een enorme Destiny fan. En nu is het soort, ja, zeg maar, de force van Destiny is in mij gedoofd. Het is, ja, het is dood voor mij. Ik start het spel nooit meer op. Voor de rest, qua grotere titels, wat me echt nog heel erg aansprak, qua kleinere games. Ik vond Cuphead leuk. Ik vond het niet moeilijk, maar ik vond het wel even weer een leuke uitdaging van in een hele lange tijd eigenlijk. Want ik ben zelf ook een Dark Souls fan en ja, weet je, Cuphead is niet een van de makkelijkste games. Dus dat was wel echt een verrasser voor mij. Echt een surprise van, hey, dit is weer een keer een moeilijk spel. Dus dat heeft voor mij wel echt grote indruk gemaakt. En qua artstijl natuurlijk. Zelda was voor mij gewoon echt Game of the Year. En waarom? Tegenwoordig heb ik gewoon bijna geen plezier meer met games. Dat ik gewoon echt lange gamesessies kan maken. Ja, dan raak ik gewoon snel verveeld en er zijn zoveel games. En ja, na een paar uur spelen ben ik er dan wel even klaar mee. En toen kwam Zelda. En Zelda heb ik eigenlijk gewoon weer echt lang kunnen spelen zonder dat het me nou echt verveelde. Ik kon gewoon echt 6 uur doorspelen en het was nog steeds van, nou, ik wil gewoon eigenlijk doorspelen, ik wil meer spelen, ik wil gewoon Zelda spelen, weet je wel. En dat heeft voor mij wel echt de grootste indruk gemaakt met Zelda. Dus voor mij was Zelda, gewoon Game of the Year. En voor mij was wel echt de dikke runner, het was Horizon Zero Dawn, hier staat wel echt op net nummer 2 voor mij. Dus Game of the Year, Zelda. Ja, welke games hebben het voor mij gemaakt in 2017? Ja, dat wordt het een paar, niet heel erg veel, omdat ik heb een aantal games gewoon niet gespeeld dit jaar, maar
Er waren uiteindelijk ook niet zo heel veel grote games die ik wilde spelen. En natuurlijk For Honor. Ik vond For Honor echt in het begin fantastisch. Vrij kort daarna was de tactiek weg en speelde bijna niemand het meer. De game is eigenlijk best wel een flop geworden daardoor. En ik heb het ook al maanden niet meer gespeeld. Maar For Honor was begin dit jaar wel echt gewoon een game die heel veel indruk op mij maakte. Gewoon vanwege het nieuwe vechtsysteem, vanwege de vikingen, vanwege de sfeer. Het heeft wel echt even iets gedaan met mij. Dat ik dacht van, oh, ik wil meer van dit soort games. Maar dan wel met meer diepgang. En misschien eigenlijk gewoon een actie-RPG in de vikingtijd. Grote ontwikkelaar. Ik zeg het nogmaals, maak die game. De tweede game natuurlijk Horizon Zero Dawn. Kwam ook vroeg dit jaar, maar die heb ik echt in vrij korte tijd, binnen 60 uur, helemaal uitgespeeld. Platinum gehaald. Ja, die game was fantastisch. Toffe actie-RPG met robot-dino's en best wel pittige gameplay, maar gewoon een heel goed verhaal, hele goede actie. Ja, dit is echt wel een game van Guerrilla, onze Amsterdamse ontwikkelaar die heel veel heeft betekend voor de game-industrie, maar ook voor mij, omdat ik zoiets heb van, yo, Guerrilla doet eindelijk eens iets anders dan Killzone en ze kunnen het, ze maken het, ze flikken het gewoon, fucking awesome. Andere game, Wolfenstein 2 natuurlijk, hele toffe game. Deed niet heel veel nieuws ten opzichte van het vorige deel, de New Order, maar Wolfenstein 2, de New Colossus, ja, was gewoon vet, was gewoon een tof shooter. En last but not least, Life is Strange Before the Storm, de prequel op Life is Strange. Niet zo heel goed als het origineel, maar de prequel is gewoon lekker met Chloe, lekker rebels, lekker punk en ik was wat later ingestapt dan wanneer de game was gelanceerd, zeg maar. 3 episodes zijn er nu. Ik weet niet, de emoties, de andere gameplay mechanieken, gewoon het verhaal. Het is echt super tof om de antwoorden te krijgen op de vragen die je in Life is Strange had toen je het uit had gespeeld. En ja, dat is toch wel een beetje mijn koude dagen game. Ik ben nog steeds met episode 3 bezig, maar het is het moet het slotstuk worden van Life is Strange Before the Storm. En hopelijk krijgen we in 2018 Life is Strange Season 2. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. De game of de serie, de franchise heeft gewoon een warm plekje in mijn hart gekregen. En daarmee sluit ik 2017 ook af. En hopelijk krijgen we in 2018 echt fucking vette games. En kan ik gewoon net wat meer toffe games gaan spelen dan in 2017. Daar heb je het. Dat zijn de titels die ons 2017 zo 2017 maakten. Waren ze goed? Waren ze slecht? We laten het graag aan jou over. Heb jij een game, een gebeurtenis, een flop die jou 2017 zo memorabel maakte? Laat het ons vooral weten. Discussies eronder zijn zeer welkom. En hoe dan ook, we gaan natuurlijk ook weer door met Goeie Frag. Ik zei het al, we hebben ons wekelijkse vraag- en antwoordformat weer opgepakt. Dus laat vooral een toffe, creatieve vraag hieronder achter. En wie weet behandelen we jouw vraag wel in een nieuwe Goeie Frag. Tot volgende week. Ik was Tom van Gamersnet.nl. Check de site voor allerlei meer gekke content. En natuurlijk de terugkeer van Goeie Frag. Dat was het voor deze week. Tot snel. Oh, en we hebben een nieuw greenscreen. Dat is ook leuk. Dus het ziet er helemaal anders uit nu. Het is super mooi. Ik vind het is een mooie groen. Het is een matte groen.